Je luistert naar een nieuwe aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Mijn naam is Stijn de Schacht. Beer Experience, een zeer goede middag. Welkom bij een live aflevering van Overeten, de podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. En ik denk dat we vandaag heel veel drinkers gaan aantreffen. Limburg, de volledig andere kant van waar ik woon, Oostende. Maar ook voor mijn gast vandaag is het een eentje rijden. En hij heeft toch al heel wat uitgestoken. Een Frankenstein-operatie met de brouwerij. En hij is een van die mensen die Lambiek weer cool aan het maken is. Ik zit hier met Klaas van brouwerij Eilenbosch. Welkom op de Beer Experience. En ja, ik noem het een beetje een Frankenstein-operatie, want brouwerij Eilenbosch, dat was een oude brouwerij en die was dood. Die was inderdaad, ja, die was op sterven dood en is dan gestorven inderdaad in 1991. Ja, Eilenbosch was een hele grote brouwerij in Schelde vroeger. In 1886 opgericht. Dan heel groot geworden met een top rond de wereldtentoonstelling in Brussel van 1958. Maar dan het algemeen verhaal van de lambiek. Het ging niet meer goed, niemand dronk nog lambiek. De industriële pilsen en de verzoeting van de smaak van de mensen heeft ervoor gezorgd dat de lambiekbieren verdwenen zijn. Dus na een paar... Eilenbosch verdwenen. Eilenbosch toch, ja. Maar het heeft niet veel geschild voor lambiek in het algemeen. Hoe bedoel je? Want ik heb altijd de indruk gehad dat er wel een aantal... iets wat grotere lambiekproducenten in de winkelrekken aanwezig waren. Ja, nu, maar dat wil dus inderdaad zeggen dat er heel veel brouwerijen waren die het loodje hebben gelegd. Ja, echt enorm. In de streek waren er echt... ik ken de exacte getallen niet, maar per dorp was er zeker één stekerij, toch tenminste. Die zijn dan allemaal inderdaad gestopt. Het bracht echt niet meer op. En dan Eilenbosch is door een paar overnames gegaan. En dan de laatste overname was dan door Morsebit. Die toen ook al deels in handen was van Alke Maas. En Morsebit was eigenlijk de brouwerij van de familie De Keersmaker. André De Keersmaker was de laatste brouwer. Maar toen dat ze dan over... ze hebben dan Eilenbosch overgenomen voor de stok, want zij waren wel nog effectief aan het groeien. Ze hadden een heel groot potentieel in Frankrijk, vooral ook door de naam. Dan heeft Alke Maas gezegd, kijk, twee lambiekbrouwerijen, dat gaan we niet doen. En hebben ze jammer genoeg dan Eilenbosch moeten sluiten, wat dat wel ook... was heel jammer voor de buurt, maar de familie De Keersmaker heeft er ook wel... die vonden ook wel heel ambetant en hebben dan de naam zeker in de familie gehouden. De gebouwen die zijn dan... ook verkocht geweest aan een projectontwikkelaar. En nu is dat... Zoals altijd, tegenwoordig. Alle grote brouwerijen van weleer zijn nu woonzorgcentra of appartementen en lofts. Dus nu daar zijn er appartementen en lofts. Een crew zit erin. En we hebben ook... dat is ook wel leuk. We gaan daar toch terug kunnen zitten ook. Ja. We hadden niet meer kunnen brouwen, maar we willen 300 vierkante meter in de kelders terug kunnen. Oké, maar dat is toch een historische link dat je blijft bewaren. Dat is wel heel cool, vind ik. Maar we gaan even beginnen bij het begin. Ja, lambiek, dat is geen bier zoals de meeste. Lambiek is iets heel speciaal voor ons landje. Mm-hmm. Lambiek wordt ook niet gemaakt zoals de gemiddelde bieren. Nee. Even voor de mensen die luisteren, die niet bekend zijn met lambiek. Hoe wordt lambiek gemaakt? Oké, het is inderdaad vrij verschillend van de andere bieren. Natuur speelt een enorm grote rol. Maar even dat back-to-basics verschil tussen met andere bieren speelt hem ook al af op de ingrediënten. Er zijn een aantal regels dat je moet aan voldoen om lambiek te kunnen maken. Ten eerste moet je minimum 30% ongemalte tarwe gebruiken. Wij zitten rond de 36, maar... Dat is erboven. Dat is erboven, inderdaad. Tweede, moet je overjaarse hop gebruiken. Dus hop die al een beetje gelegen heeft, waar dat de alfazuren al naar beneden, dus de bitterheid naar beneden, maar dat er wel nog genoeg beta-zuren, dus genoeg bewaarpotentiaal in de hop zit. Ten derde, moet je gebruik maken van een koelschip.
Wat is dat? Dus je hebt de normale brouwdag. Hè. Je staat op om heel vroeg in de morgen. Je begint om 7 uur. Vroeg in de morgen, 7 uur. Maar voor mij moet dat soms even zijn. Dus je begint te brouwen. Je doet gans je brouwdag op het einde van je brouwdag gekookt. Dat is ook nog iets speciaals gekookt. Wel heel lang voor lambiek. Bij vier uur. Minimum 4 uur is toch wel aan te raden. Waarom kook je zo lang? Dat heeft een paar redenen ook. Ten eerste ook om een beetje de Maillard-reactie in gang te krijgen. Toch een klein beetje verkleuring en karamellisatie te krijgen. Ook om een beetje uit te dampen. Want het wordt vrij dik beslaan en dan... Ja, wij gebruiken ook de slijmmethode waarbij dat vrij sterk verdunt ook. Dus dan gaat het ook een beetje meer gaan uitkoken. Voor mensen die niet begrijpen waarom dat gebeurt. Ja. Water heeft geen smaak. Hoe meer water, dat je water eruit kookt, hoe meer dat je smaak concentreert. Ja. Dat is zoals dat je een saus maakt ook. Een goede fond, een goede demi-glace, noem maar op. Voilà. Je kookt dat ook in om dan wat meer oemf te geven. Ja, inderdaad. Voilà. Dus we koken dat in tot de juiste oemf. En dan na het koken dan storten we dat... uit op een grote, ondiepe bak. Dus bij normale bieren ga je dat door een steriele platenkoeler sturen. Ga je een steriele inoxe tank met de juiste gist erbij, dat je weet wat je gaat krijgen. Maar dat doen wij dus niet. We kappen dat gewoon op een grote inoxe bak bij ons. Bij een inox. Ik brouw het bij de terug, maar dus de speed nog verder verbouwen. Grote inoxe bak. Laten we een nacht afkoelen. Tijdens die nacht gaat... Er wordt bevrucht worden met allerhande wilde bacteriën en gisten die in de lucht in het gebouw hangen. En de dag nadien, dus er wordt ongeveer 20 graden. En dan gaat dat op houten tonnen. Ik leerde ooit dat een aantal van die brouwerijen die koelschip op een zolder hebben waar er luchtdoorstroming is met de buitenwereld. Is dat ook zo bij jullie? Wel ja, dus... Brouw het inderdaad bij Brouwerij De Trog. Ik ga het daar gaan brouwen. En daar inderdaad zijn er... De ruiten staan wel open. Dat de lucht goed, goed binnen kan vanuit de omgeving. Ja. En dat al die nuttige bacteriën er ook hun werk kunnen doen. Inderdaad. Ja. Dus dan heb je die nacht gewacht. Dan zijn we een stapje verder. Zijn een stap verder. Het wordt dus 20 graden. En dan steekt je op de houten tonnen. Waar dat dan gaat vergisten en verder rijpen voor... X aantal jaar. Die houten tonnen, kan ik mij dat voorstellen als een wijnvat? Ja. Of op welke manier kunt je dat vergelijken? Wel, wij gebruiken effectief wijnvaten. We gebruiken geen nieuwe vaten, maar vaten die al gebruikt zijn voor de wijn. En eerst omdat... Ja, voor de wijn heb je heel veel tannines nodig. En dat is iets wat wij juist niet willen. Dus we willen eigenlijk dat al die tannines die... je normaal krijgt als je vers hout gebruikt, dat er al toch al een deeltje uit is. En dan kunnen wij daar bier op steken. Dus eigenlijk laat je een ander het harde werk doen om die tonnen een beetje te relaxen. Ja. En dan pas kun je van slag. En dan zit dat in dat vat. Mm-hmm. Maar dat is nog niet in een flesje die wij, of in een vat die wij hier kunnen drinken. Wat gebeurt er dan? Dan beginnen de wilde bacteriën en de gisten hun werk te doen. En gaan ze... de lambiek gaan maken, eigenlijk gaan fermenteren. Dus de eerste weken is dat redelijk onstuimig. Komt er allemaal het schuim, dan zie je dat echt werken. En dan daarna valt dat stil en kunnen ze gewoon de andere bacteriën gisten. Dan de wilde gisten, vooral op het einde, binnen 8 maanden, gaat Brettanomyces zijn werk beginnen doen. En dan is het wachten. Heel veel geduld hebben. Lang wachten. Af en toe een keer proeven natuurlijk, om te zien waar in het proces dat de lambiek zich bevindt. En dan daarachter kun je gaan beginnen blenden. Tot een oude geuze, een oude kriek. Ja, want er is nog een verschil tussen lambiek en geuze. Ja. Lambiek is het bier aan zich. En geuze maak je van verschillende lambieks. Ja, inderdaad. Dus als je lambiekbrouwerij bent, dan houdt het ook steek dat je ook een geuzestekerij wordt. Ja, effectief. Elke lambiekbrouwer is in principe een steker, maar niet elke steker is een brouwer. Een brouwer, ja. Dat is ook een heel belangrijk verschil, want dat zijn zo die kleine subtiele dingen die soms vergeten worden en niet altijd even duidelijk zijn voor iedereen. Dus ik ben blij dat je dat even hier aanhaalt. En nu gaan we terug de sprong maken naar de brouwerij, want ik zei het al, een Frankenstein-operatie die jullie gedaan hebben. Jullie hebben Eilenbosch uit de doden gewekt. Ja, eigenlijk kun je het wel zeggen. Wel, ja. Dus eerst en vooral, op een bepaald moment...
valt lambiek uit de mode. Mm-hmm. Dat wordt een drank van oude mannetjes die nog op café een lambiek bestellen. Yep. De brouwerijen die sluiten, die vallen bij bosjes. En toch komt er een moment waarop dat er een aantal jonge mensen zoiets hebben van... Wij weten niet zo wat gedaan. Wij hebben waarschijnlijk geen zin om geld te verdienen. Wij gaan een lambiekbrouwerij beginnen. Ja. Hoe begint je aan het idee? Van waar komt dat idee om een lambiekbrouwerij te beginnen? Eerst en vooral. En dan gekoppeld daaraan, waarom ga je dan de naam van een oude brouwerij hergebruiken en niet met iets nieuws afkomen? Wel, dat is omdat eigenlijk omdat... Ja, dus zoals ik daar Smit al zei, de familie de Keersmaker waren de laatste eigenaars. Dus André, de laatste brouwer, zijn zoon is Erik de Keersmaker. En die heeft een hans traject bij een paar multinationals afgewerkt. Die was ontslaan bij Disney dan, enkele jaren geleden. En hij wist niet wat doen. En hij dacht van eigenlijk zou ik terug wilde graag een keer terug in bier stappen, wat mijn familie eigenlijk 5 generaties gedaan heeft. Hij heeft dat idee een beetje laten rijpen, met mensen beginnen praten. Dan is hij op een reunie van de studentenvereniging van de Pajotten in Leuven, waar hij in zat, aan de praat geraakt met Jeroen Lettes. Jeroen Lettes was zijn onderprezes toen. En Jeroen Lettes is ook de vader van een van mijn vrienden van de scouts. En ze waren aan het praten van, ik zat terug in het bier, maar ik heb nog een brouwer nodig. En dan zei Jeroen van, ik ken misschien wel nog iemand die ons daarbij kan helpen. Zij beginnen babbelen in eind 2018 en dan april 2019 zijn we dan teruggestart. En waarom de naam Eilenbos? Ja, ten eerste is het wel een icoon van de streek, het is vrij bekend. Ook iedereen die van Inhoven naar Brussel die rijdt, die ziet het. Maar ja, het wrong toch nog altijd een beetje in de familie, denk ik, van Erik en ook voor Erik persoonlijk. Dat is echt jammer dat die brouwerij zo... Ja, gestorven is inderdaad, gelijk dat het zei. Dus we kunnen dat terug nieuw leven inblazen. En dan hebben we dat ook gedaan. Ja, wat ik mij dan ook afvraag. Ja. Er zijn hier heel veel brouwers die klein begonnen zijn. Ja. Die thuis in een keuken iets gedaan hebben. Er zijn heel kleine brouwinstallaties beschikbaar. Dus voor veel brouwers is dat een logische groei van klein naar veel groter. Ja. Maar voor een lambiek... zie ik mij niet meteen dat jij in je keuken een koelschip plaatst om lambieken te beginnen brouwen. Nee. Hoe kom je daar dan bij terecht? Goh, ja, omdat lambiek was het bier bij uitstek van brouwerij Eilenbos vroeger. Hè. Ja, maar bedoel, in uw geval, hoe kreeg je die hands-on ervaring om die lambiek te beginnen maken? Want het is zoals dat veel je zei, praten met mensen, het is toch anders dan een traditioneel bier. Ja, inderdaad. Maar Paul van de Trog is ook familie van Erik, verre familie wel. Dus het was echt de max dat we daar onze eerste brouwsels mochten doen. Paul heeft me natuurlijk veel bijgestaan in het begin. Dan is het gewoon veel opzoeken, veel zelf gaan leren. Ja, ik ben ook beheer van opleiding, dus ik had wel al een klein beetje... een kennis idee. Erover. Ik heb ook mijn masterthesis over op vatgerijpte bier gedaan. Lambiek zat er ook in. Dus ik wist al wat dat was. Ik vind dat altijd fascinerend van die mensen die studeren. Ja. En die zoiets aan van... Ik vind drinken leuk, ik ga daar mijn thesis over schrijven. Dat was... Ik wou altijd in bier beginnen. Ik heb daar nooit echt... mij verdere vragen bij gesteld. Dat was vrij evident voor mij dat ik in bier ging beginnen. Ja, ik weet niet waarom. Maar jij hebt dan ook gezegd vatrijpen, dat duurt een aantal maanden. Dat is niet op een week klaar, tot jaren. 2019, dat is nog een vrij goede periode om met iets te beginnen. En dan komt 2020, zit minder. Iedereen thuis en dan is jouw bier klaar. Dat betekent ook dat je niet naar de lokale cafés kan met jouw bier. Hoe hebben mensen jouw bier dan ontdekt? Bij de opstart hebben we eerst ook een crowdfunding gedaan. Dus langs die weg hebben mensen ons wel al een beetje leren kennen. En dan social media toch proberen zoveel mogelijk te pushen. Want inderdaad, als je het niet in het café kan krijgen, moet je het op een andere manier doen. En dan de drankenhandels afgeschuimd en gestaties toch proberen doen vanaf wanneer dat kon. Dus we hebben het dan proberen een beetje aan de mond te brengen. Maar... En stap per stap is dat een proces die lukt. Eilenbos groeit. Maar... niet alleen jullie groeien, ook
andere lambiekstekers, ga ik ze maar noemen. Andere geuzenstekers, die zijn hele toffe dingen aan het doen. Hier op het festival staat Angerik met een aantal leuke dingen. Ja. Bofkont staat hier ook. Waar komt die hernieuwde interesse in lambiek vandaan, denk je? Goh, van waar komt dat? Ja, natuurlijk, er zijn altijd trends in de bierwereld. Eerst waren het IPA's, nu is het even de zure bier. Ik denk dat het ook wel een beetje aan het afvlakken is. Maar ja, sowieso zijn er trends. Maar ik denk dat het ook is omdat het is zo'n uniek bier. Het is het oerbier. Het is het oudste bier dat nog zo op die traditionele manier gemaakt wordt, denk ik. Dat spreekt ook wel tot de verbeelding, denk ik, van heel veel mensen. Ik denk dat daar altijd wel vanaf nu. Ik denk dat die interesse wel niet meer zal weggaan. Wat ik ook heel leuk vind aan dat bier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een IPA, tot bijvoorbeeld een pilsstijl van bier, is dat er heel veel, veel meer geëxperimenteerd wordt met smaken, met infusies, want je hebt een lambiek nodig om een kriek te maken. Maar als je die kriek vervangt door een ander fruit, dan krijg je een nieuw soort bier. Ja. Begin dan als een kok smaken te combineren en dan krijg je nog eens nieuwe dingen die er nooit eerder geweest zijn. Effectief, ja, maar het is zo'n dankbaar product ook om mee te werken. Die zuurigheid combineert dan heel goed met die fruiten inderdaad, maar elk vat is ook anders en dat maakt het zo leuk. Je kunt zo gaan toespitsen voor elk soort fruit. Kun je echt gaan specifieke lambieken gaan selecteren dat perfect bij dat fruit gaan passen. En dat maakt het zo leuk om... En dan die vaten. Je gebruikt nu wijnvaten, denk ik. Kun je daar ook nog verder mee experimenteren? Ja, absoluut. Je kunt daar zo zot in gaan als dat je wilt. Als je een roodwijnvat neemt tegenover een witte wijn, een champagnevat tegenover een Bordeaux, dan moeten toch allemaal andere lambieks opleveren. Zijn dat dingen waar jullie actief mee aan het experimenteren zijn? Nog niet zo sterk. Dat betekent dat het wel aan het begin staat, als ik het goed begrijp. Oh, wel, inderdaad. Ja, we proberen wel zoveel mogelijk te kijken van oké, welke invloed heeft wat we nu al hebben. Maar we zijn nog niet actief op zoek geweest naar specifieke vaten buiten. Dat is nu ook in primeur te proeven hier. We hebben het nu wel een keer op whiskyvaten gelegd. En dat is wel echt een geslaagd experimentje. Ja, ik zag dat het een limited edition is. Ja. Maar dat wil misschien zeggen, als dat hier dit weekend een succes wordt, dat het meer van kan komen. Dat kan zeker, tuurlijk. Dat kan zeker. Ja, we gaan zien. Het was eigenlijk een beetje een gimmick voor een Tour de Geus. Dat we daar een keer zouden proberen. En hier hebben we het dan een keer de eerste keer laten proeven aan de mensen. Een keer zien, een keer aftasten van oké, wat doet dat nu met de mensen? Ja, ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast. Mijn vriendin is gisteren nog achter een paar dozen moeten rijden voor een beetje een extra stok. Gelukkig is België een klein land is dat haalbaar. Maar dat is enkel maar een kroon op het werk, zou ik durven zeggen. Ja, zeker. Het is echt plezant. Het is heel leuk om de reacties te zien van de mensen. Ja. Nu, Eilenbos begint een beetje op de kaart te komen, begint op de radar te komen van meer en meer bierliefhebbers. Jij staat aan het begin van die experimenteerfase, vaten, smaken, noem maar op. Als jij de glazen bol mag kijken en naar de toekomst kijkt, waar wil jij in de volgende 5 jaar naartoe? Welke dingen wil je nog doen met de brouwerij? Goh, dat is een beetje te zien. Heb jij zo bierprojecten die op jouw bucketlist staan? Van echte bieren dat ik zou willen proberen? Of zo. Bijvoorbeeld vaten die je wil proberen, noem maar op. Maar ik zou wel in die spirit zou ik wel een beetje meer terug willen verder experimenteren. Het ding is, ik heb nooit echt... Ik wou eerst zien dat een basis goed zat. Dat we een goede naar de geus hadden, dat we een goede naar de kriek hadden. In plaats van direct te beginnen experimenteren met 100.000 fruitsoorten, ik wou eerst zien dat het een basis goed zat. Ik denk dat we daar nu wel zitten, ongeveer. Hier en daar nog een paar kan ik wel een beetje verbeteren, denk ik. Maar we zitten er ongeveer en nu kan ik een beetje beginnen met mijn spectrum te verbreden. Dus ik denk die spirit finishes vind ik wel interessant. En dan een keer kijken voor andere fruitsoorten. Ja. In principe, we zitten op een... de lambiekschuur is nu in Zellik gelegen. In het Hof van Piemont. Dat is een biologische appel- en peren. Boerderij ook, dus ik zou graag daar wel een keer iets mee proberen, denk ik ook. Een soort cider te maken met die appels en dan daarmee te gaan mengen. Maar dat echt alles van ook die boerderij komt, dat zou wel leuk zijn. Op dit moment zijn er ook een aantal
mensen in de Zenne-regio die hele leuke dingen doen. Vineuze is zo een van die, van die projecten waar wijn en bier gecombineerd wordt. Ook een hele frisse wind door het landschap, vind ik. Wijn is ook wel inderdaad... De druiven is ook wel echt iets heel leuk om met te experimenteren. Ook omdat je soms in de lambiek heb je een beetje die vineuze toetsen. Dan combineert dat wel heel goed met die, met die druiven. Is dat dan iets waar je ook mee aan de slag gaat of wilt gaan? Maar ja, waarom niet? Denk waarom niet? Dus dat is een attitude waar ik wel van hou. Een beetje van, we zien wel wat komt en we doen er wel iets mee. Brouwerij Eilenbos, als je dat moet omschrijven naar mensen die niks kennen van lambiek of geuze, hoe zou jij jullie eigen stijl een beetje gaan omschrijven? Want elke brouwerij heeft al zijn eigen twist aan het concept bier. Ja. Hoe zou je dat van jezelf omschrijven? Ik denk dat ik probeer toch altijd te streven naar zoveel mogelijk balans in de bieren. Nooit erover gaan hier en daar. Ik vind... Een bier moet gebalanceerd zijn, moet doordringbaar zijn. En ik denk dat dat echt wel iets is dat ik, waar ik toch naar streef. Of dat gelukt is, dat had ik aan u over. Ik denk vooral clean bieren, zuivere bieren, goed gebalanceerd. En daar, gewoon de basis. Dus dat is goed. Dat is heel mooi. Het is natuurlijk een heel korte power talk die wij hier houden. Ik zou mij ook zeker nog een uur verder kunnen praten. Maar voor mensen die meer willen weten over de brouwerij en wat dat jullie allemaal maken, waar kunnen die jullie vinden? Die kunnen op onze website. Social media, Facebook, Instagram, kunt je ons altijd bereiken. En hier op de Beer Experience zou ik ook zeggen, kom zeker een keer langs de stand. Dus iedereen die hier rondloopt en die hier passeert, jullie weten waar te zijn. Het whiskybier, ik hoop dat er nog ergens het zijn vaten... de laatste flessen. Ik ging net zeggen, dan ga ik snel moeten zijn, want ik hoop dat er nog een paar flessen liggen. Kom, goed. Maar goed, dan gaan we hierbij afronden en dan gaan we er daar een op drinken. Wat denk je? Heel goed idee. Merci. Santé. Santé. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt en hopelijk tot binnenkort.